Ik ben geboren in Rotterdam. Mijn vader was scheepstimmerman bij Wilde Feyenoord. Mijn moeder was huisvrouw. Ik heb een tijdje voor zover ik me herinner, want natuurlijk in vroege jeugd voor een deel in Rotterdam-Zuid gewoond. En daarna verhuisd naar Hoogvliet. Toen naar Den Haag. Zelfs nog begonnen in de Schilderswijk. En later in van andere huizen dus in Den Haag verder gewoond. Vanaf mijn 11e dus in Den Haag opgegroeid. Dus maar Rotterdammer ben je altijd. En publieke dienst, openbaar bestuur. Ik herinner me nog dat ik gekeurd moest worden voor militaire dienst. En een van de oefeningen was dat er een soort kaart was waarin je dingen moest invullen en dan was die kaart klaar. En dan werd gevraagd van waar wil je eigenlijk werken? En dus de een zei van nou, die fabriek en de spoorwegen, toen zei ik het stadhuis. En toen zei de kolonel of weet niet wie dit was, die zei van kun je daar werken dan? maar ja, dat zat toen al een beetje in me, denk ik. Ja. Ik denk dat zeg maar politiek bestuurlijk bewustzijn een beetje ontstond in de tijd. Ik denk dat was natuurlijk in de tijd weer ietsje later, hoewel, na 1972, Joop den Uyl. Keerpunt 72, waarin ik heel erg het gevoel kreeg van de politiek en de openbaar bestuur doet ertoe. Die kunnen perspectief geven. Ik denk dat ik heb kunnen studeren dankzij de Mammoetwet. Want maar even dat zei dan zo vanwege de Mammoetwet. Of dat helemaal klopte, weet je dat niet. Maar dat was wel heel sterk het gevoel. Ik was ook de eerste in de familie die ging studeren. Je voelde ook wel van, nou ja, je moet er wel wat voor doen. Maar dat het er ook toe deed van onder welke omstandigheden gecreëerd werden. En dat bewustzijn dat heb ik wel vrij vroeg gehad, denk ik. Niet in mijn vroegste jeugd uiteraard, maar dan, ja. Nou ja, dan komt de toevalsfactor. Want toen ging ik studeren, economie in Rotterdam. De staatkundige economische richting, dus dat vooral een beetje openbaar financiën, conjunctuurleer en economische politiek. Dat stuk fascinerend vond ik dat. Miljoenennota's bestuderen, begrotingen bestuderen, dat soort dingen. Koopmans en Wellink. Ja, ja. Ja, ja. Maar ook wel zeg maar, de staatsrechtkant, Pot Donner en zo, de ja. Dikke boeken. Dus die combinatie vond ik wel fascinerend. En toen ik afgestudeerd was, toen heb ik het laatste jaar van mijn studie heb ik bij Economische Zaken gewerkt. Er was Frans Rutte, die was SG bij Economische Zaken. Hij was ook hoogleraar in Rotterdam en haalde twee studenten per jaar naar EZ om daar bij de afdeling Economische Politiek te werken, zijn stafclub. Dat was een fantastische tijd. Je kon van alles doen, zeg maar. Hij een mentor ook voor je? Ja, ja, maar wel op tamelijk grote afstand. Ik heb toen... Ik herinner me wel dat ik uiteindelijk van mening was dat mijn scriptie nou wel klaar was. En toen heb ik uiteindelijk die late kaften op zijn bureau gelegd en zeg van dat is hem dan. Want hij bleef maar opmerkingen maken, dus ik dacht dat moet een keer ophouden dit. dus ik had dat gedaan en toen was het zo dat ze bij VROM zochten ze allemaal economen. Daar werkten heel veel ingenieurs en juristen en daar zochten ze nu economen om na te denken over de huursubsidie en dat soort dingen. En toen kwamen ze bij mij uit, via. En toen was een van de consequenties dat ik niet in dienst hoefde. Dat was overigens nog een paar jaar spannend, want elk jaar moest dat opnieuw worden aangevraagd. Dus dan dacht je weer van... Maar dat was een bijkomend voordeel. Tenminste, toen ervaarde ik het al als een voordeel. Ja. VROM was toen een departement... ze hadden daar economen nodig, dus dat kwam een beetje op inderdaad. Wat mij toen opviel is dat als je een beetje geluk had en een beetje je best deed en op de goede dossiers zat, dan kon je al vrij snel met de bewindslieden in contact komen en dingen voorstellen. Ik vond het bijvoorbeeld machtig, ik vond bijvoorbeeld de begrotingstijd heel mooi. Hè? Dan was er een begrotingsbehandeling en dan zaten allemaal mensen in een kamertje kamerantwoorden te maken en dan maakte hij een antwoord. En dat 5 minuten later was dat ineens beleid geworden, want dat werd dan verteld. Hè? Of de staatssecretaris of de minister gebruikte dat in zijn antwoord, of het kwam in een beleidstuk terecht. Of je kon een speech schrijven voor de minister en dat ging hij nog uitspreken ook. Dat je dan dacht van, nou dat is wauw, dat heb ik net bedacht en nou wordt het uitgesproken. Ik vond het fascinerend. Ik vond het echt heel, heel mooi. En overigens,
een gevoel van enorme verantwoordelijkheid. Van ja, dat kan dus gebeuren, dus je moet even opletten dat je geen fouten maakt. Dat was, vond ik ook nog wel heel bijzonder. Ik ben toen begonnen bij Auke Steensma. Dat was een beetje een klassieke hogere ambtenaar, die heel, bijna heel adellijk. Maar dat was wel een type dat als je een nota schreef, dat hij zei van kom eens even, van, dat kan je beter anders schrijven, want dat loopt niet mooi. Of dat was echt ook vaak met het pennetje, leerde die je hoe je nota's moet schrijven. Daar heb ik ongelooflijk veel aan gehad. En hij was ook een meester in om mensen op de goede plekken te zetten. Ik herinner me nog wel dat ik gesprek met hem had. En dat hij tegen mij zei van, er is een plek vrij bij de afdeling woningcorporaties, in de toezichtclub. En dat moet jij maar gaan doen, plaatsvervangend het hoofd. En ik dacht van, ik word verbannen naar Siberië. Dat is echt gewoon, dat stond bekend als een club die met een vrij hoge leeftijd, waarin veel inspecteurs rondliepen die er al jaren werkten. Dus ik dacht van, wat doet hij me? En achteraf heb ik daar nog nooit zoveel van management geleerd dan op die plek. Dat was heel. Want er moest gereorganiseerd worden? Uiteindelijk was toen de discussie over dat de toezicht op de woningcorporatie niet goed genoeg was. Moest gemoderniseerd worden. Er waren rapporten van de rekenkamer. Dus uiteindelijk is de capaciteit van die afdeling verdubbeld. Er was een enorm programma met professionalisering, modernisering, inspectiebeleid opzetten. Ouderinspecteurs aansturen. Praten met woningcorporaties over hoe zij dat ervaren. Dat was een geweldige tijd. Marcel van Dam, niet zo lang, Gerrit Broks, ja. Hans Alders had het toen, die deed de milieukant. Later Johan Remkes en een hele mooie, indrukwekkende hervormingstijd onder NES Herma. Ja, ook wel een beetje gevoed door de context, hè, want toen zeg maar de... Er moest toen bezuinigd worden en er waren woningwetleningen die de Rijksoverheid verstrekte en die leningen waren relevant voor de Rijksbegroting. Dus het vervangen van die leningen door een ander systeem betekende aan de ene kant een bezuiniging zonder dat er heel inhoudelijk bezuinigd moest worden. Het was natuurlijk een verandering in het financieringssysteem die ertoe leidde van dat je wel een bezuiniging kon inboeken terwijl er eigenlijk niet zo gek veel in beleid hoefde te worden ingeleverd. Dus dat was een groot bijkomend voordeel, zou ik zeggen. Althans werd het toen zo ervaren. Je moet zicht hebben op veel meer arena's. Als je bezig bent met een bepaald instrument of zo, dan kijk je naar de ins en outs of dingen die veranderd moeten worden. En binnen die context kan het dan. Hier moet je bekijken van wat vindt de politiek ervan? Hoe ligt het in het veld? Hoe werkt de organisatie? Hoe zit het met de timing? En er zijn maar weinig momenten in de tijd, is mijn ervaring, waarin al die schuivende panelen zodanig zijn dat je er doorheen kan kijken. En dat moment kun je ook... dan kun je ook vaak dingen veranderen. Als het met elkaar klopt. Of dat je de openingen, de window of opportunity hebt gecreëerd. Zeg maar. Je had bijvoorbeeld zeg maar, de begrotingsarena. Je zei van als die woningwerkleningen van de begroting af zouden zijn, zou dat een enorme verlichting zijn van de Rijksbegroting, althans op het gebied van de volkshuisvesting. Wat ook nog voordelen had, omdat dat ook daarmee de taakstelling werd ingevuld zonder dat je heel te veel beleid moet inleveren. Tegelijkertijd is dat een hele grote opgave voor de sector. Hè? Wat betekent dat nou precies voor die corporaties? En moet je dus met de koepelorganisaties praten, die in het begin helemaal niet voor waren. Waarin je dus uiteindelijk zijn met alle spelers op een locatie ergens buiten gaan zitten om alles inhoudelijk door te spreken. Wat betekent het inhoudelijk? Wat betekent dat voor de sector? Kunnen de koepelorganisaties het dragen? Wat zijn voetangers en klemmen die erbij komen te maken? Dus dat zijn veel meer... afstemming uitzoeken, overtuigen. Heb opgetreden op het congres van de Nationale Woningraad om van de kant van het Rijk uit te leggen van waarom het nuttig was. Wat ook natuurlijk een uitdaging was om te zeggen van hoe doe je dat dan? Omdat er ook op een andere manier naar kosten en financiering moest worden gekeken en naar vastgoedbeheer en of dat dan goed was. Dus dat was van beheerders, waar je niet zoveel hoefde te sturen naar. Je moet er wel mensen hebben die dan ook moesten nadenken van wat betekent dat qua exploitatie voor woningbezit, meer de economische benadering en zo. Dat heeft ook wel geleid tot andere mensen die dan in de corporatiesector werkzaam waren, met goede en slechte kanten. Overigens in de tijd gezien, ook, het is heel interessant om niet alleen maar naar de recente geschiedenis te kijken, maar ook nog iets meer terug te kijken.
woningcoöperaties zijn ontstaan vanuit werkgevers en uit de kerken en de vakbonden. En door de oorlogen, door de materiaalschaarste, is daar zeg maar overheidsbeleid bijgekomen, waarin er coöperaties steeds meer ingesnoerd werden. Toen kwam er een staatscommissie in 1960 van de commissie De Roos, die zei van ja, maar dat gaat zo niet langer. Die coöperaties die moeten veel meer hun werk doen, moeten veel meer woning gebouwd worden. Dus die moeten vrijer worden en moeten reserves kunnen vormen. En toen is de staatscommissie De Roos gekomen, die zei van coöperaties moeten hun algemene bedrijfsreserve mogen houden. Weliswaar in het belang van de volkshuis niet aangewend, maar die moeten wel kunnen houden. En dat heeft geleid tot de grote groei van de zelfstandigen van de coöperaties. Ja, ja. Dus die zijn hele lange lijnen. In de tijd ook. Ik heb er ook ontzettend veel over gelezen om te begrijpen hoe zo'n sector in elkaar zit en welke waarop je moet letten. En wat zeg maar de historische ground layers zijn, zo'n fundamenten zijn van zo'n sector. Ik ben altijd wel jaloers geweest op mensen die dat niet nodig hadden, want dat scheelt bakken met tijd. Mm-hmm. Als je zeg maar op het proces kan sturen en je zegt van nou ja, inhoud laat maar. En je stuurt het proces, nou ja, het is een soort van heerlijkheid is dat. Maar ik heb het nooit gekund en nooit gewild. Leg eens uit, het niet kunnen en het niet willen? Niet kunnen omdat ik dacht, hoe kun je nou sturen als je niet toch de inhoudelijke kant doorgrondt. En niet gewild omdat ik dacht van ja, maar als je beslissingen moet nemen over moeilijke zaken, dan moet je ze zelf snappen. Als je jezelf niet snapt, kun je niet beslissen. En dat, nogmaals, ik zeg niet dat dat per definitie goed is of de enige weg is. Ik heb alleen zelf nooit die. Ik begreep nooit van hoe het anders kon. Ik ben nog een tijdje plaatsvervangend DG van ABD geweest. Dat was ook een beetje de discussie die ik toevoerde. Want ik vond dat de mensen van de ABD te weinig doorvroegen op van maar hoe zit ons bestand nou in elkaar? En wat willen die mensen nou? In plaats van dat je zegt van ja, je hebt 3 jaar op een plek en dan moet je weer iets anders doen. Er is natuurlijk een tijd geweest dat ambtenaren veel te lang op een plek zaten. Dat heeft mede ertoe geleid dat de ABD is opgericht om dat te veranderen. Ik denk dat dat wel een succes is geworden. De nadeel daarvan is dat je te veel procesmatig keek van welke soort mensen moeten op welke plekken zitten. Dus het is altijd een beetje een soort mix natuurlijk. Je ziet overigens wel dat ook alweer gecorrigeerd is, dat nu als je plekken zoekt, dat je ook kijkt naar van ja, waar komen mensen vandaan, wat zijn hun interesses, wat is hun ervaring, dat ook een zwaardere rol speelt dan toen. Het is geen zwarte kunst, hè? Want ik bedoel, ik heb volksvesting gedaan gedurende echt hele lange tijd en toen overgestapt naar Binnenlandse Zaken als een beetje de werkgeversrol van de overheid en toen VWS en toen PGGM. Je moet er gewoon knetterhard voor werken. Je moet lezen, praten, snappen, doorvragen. Dus je hoeft niet uit de sector te komen om iets te kunnen doen in de sector. Maar je moet wel bereid zijn je dossiers te vreten. Beetje een rare stellingname misschien, maar ik vond het ook wel. Ik vond het ook respectvol naar de medewerkers. Die zijn bezig met een bepaalde nota van wet of regel of een instrument. Moeten ze over denken en praten en dat schrijven ze aan jou. En stel je woordje dan zeggen, nou bedankt, doen we het zo. Ik wil ook gewoon horen van, goh, waar ben je tegenop gelopen? En wat zijn de keuzes die erachter zitten? En moet ik nog ergens, wil je nog de andere dingen bij me kwijt? En zo, dat vond ik altijd, ja. Als ik zelf ook een nota schreef en ik hoorde er dan ook van, dan dacht ik ook van, ja, moet je dan ermee? Ik heb er eigenlijk nooit wat van gemerkt. Misschien letten ik verkeerd op, hè? Dat kan ook. Ik heb er nooit van gemerkt. Ik probeer het altijd heel erg te scheiden. In de zin van op geen enkele manier een relatie met mijn werk of zo te hebben. Maar ik heb er eigenlijk ook nooit wat van gemerkt. Ik ben er ook nooit wel op aangesproken in de zin van, goh, vertel eens of zo. Goh, spannend als dat huis of zo, weet je wel, dat soort dingen. Maar nooit in. Maar bijvoorbeeld of het een rol heeft gespeeld ergens, weet je niet. Waar ik zelf, dat is een beetje karaktertrek misschien hoor, maar waar ik zelf heel erg voor waak, ook voor mezelf of in mijn eigen denken, is van dat je niet de ideologie bepalend laat zijn voor de voor's en tegen's van een bepaald standpunt. Zeker als ambtenaar, maar ook wel als mens, wil ik gewoon weten hoe het zit en snappen. Terwijl ik niet, als ik iets moet doen omdat de ideologie voorschrijft dat je dat moet vinden, dan begin ik al ongemakkelijk te worden. Dan denk ik, ja, dan wil ik toch uitzoeken of het klopt. Toen ik naar EDES ging, ik had even contact met Lodewijk Asscher en zei van, nou, je hebt alle sociaal-democratische mijlpalen alweer geslagen nu. Dus misschien is het dat toch de terreinen waarop je geïnteresseerd bent. Mensen, emoties, geld, systemen,
Dat moet allemaal met elkaar kloppen. Dat is bij uitstek natuurlijk bij wonen en bij zorg en bij pensioen het geval. Dat is zo. Ik vind dat je, ja, zeker als ambtenaar, de plicht hebt om in ieder geval ook de feiten op tafel te leggen. Ja. En dan kan er best om andere redenen anders besloten worden, want niet alles werkt rationeel. Dat bedoelt het, als je in verschillende arena's werkzaam bent, dan is sommige arena's wordt gestuurd op feiten, andere worden op emoties gestuurd. Mm-hmm. Of door de omstandigheden of door de crisis. Mm-hmm. Maar je moet het ook doen. Ze zijn natuurlijk allemaal ongeduldiger dan hoe het in de praktijk gaat. Mm-hmm. Ik heb ooit een keer een staatje gekopieerd van de Amerikaanse hervorming van de gezondheidszorg. En dat hadden ze een balk gemaakt van het eerste idee tot en met de verzekeringen en de systemen, methodes en instrumenten. En dat balkje duurde iets van 15 jaar voordat zeg maar, die hervorming, dat de Amerikanen zeiden van dan zijn we ongeveer op het punt waarvan we zeggen van we kunnen de effecten van die hervorming, in Nederland doen we dat na een jaar of zo. Of na 2 jaar, dan zeggen we van, er komt er nog wat van, kijk nou eens. Kijk, volkshuisvesting, zeker in de tijd dat ik er was, dat was een club die gingen eerst doen en dan denken. Dus dat is gewoon, je moet gewoon gebouwd worden en daarna toen in die gemeente en zeggen, jongens, we zaten ermee en huppakee. En dan op vrijdag bij de borrel zei van, even toch een paar dingen uitzoeken. Hè? Dus dat was een enorme can-do mentaliteit. Ja. En bij VWS zie je dat ook wel, maar dan zie je dus met een heel sterk professioneel veld, hè, met artsen en ziekenhuizen en instituten die echt wel factoren zijn, die moet je snappen en kennen en weten. Terwijl zeg maar, Binnenlandse Zaken natuurlijk een bestuursdepartement is die niet zozeer zeg maar, sturen met geld of sturen met doelen, dat is het niet. Je probeert de bestuurskracht van Nederland te faciliteren, zeg maar. Het is natuurlijk een totaal ander mechanisme. Bij Binnenlandse Zaken had ik vaak de neiging, het verschil met Vrommen en VWS was, bij die departementen gingen vaak eerst doen en dan denken. En bij Binnenlandse Zaken gingen we denken. Dan nou, misschien nog een keer denken. Mijn privétheorietje erover is, dat vroeger kwam je als politicus kwam je in het departement. Daar had je ideeën had je opgedaan in je eigen kring. Daar waren de beleidsprogramma's gemaakt. Daar had je van dit is. Dan kwam je als bewindsman. Ik overdrijf nu even. Ik kwam als bewindsman op het departement. Die ging tegen het departement van jongens, dit willen we. Ga dat voor me uitwerken. Tegenwoordig zijn de problemen zo complex, zo gedifferentieerd, zo omvangrijk. Dat je je ambtenarenapparaat niet nodig hebt om te zeggen van dit gaan we doen. Meneer van wat is er aan de hand? En dat zijn je ogen en je oren. Daar sta je val je mee. Dat is niet zeg maar, een uitvoeringsapparaat die zegt van bedankt voor het idee, ik ga het uitvoeren. Maar die ideeën komen ook van je ambtenarenapparaat. Hans Hogevoort zei tegen mij, Martin, even voor de goede orde. Ik doe de sales, jij doet inhoud. Heel vaak, als er dan een beleidsnota kwam met een advies en zo, en ik las hem en ik dacht van, hij moet naar de minister, want er staan allerlei dingen uitgezocht, maar ik weet het niet, je moet er toch nog eens over denken, dan schreef ik dat erbij. Dan zei ik van, minister, het is allemaal prima, maar we moeten het er even hierover hebben. En dat hielp. En dan, dus je leert aan de ene kant leren van hoe zit zo'n man of vrouw in elkaar en wat vindt hij belangrijk en waar moet je op letten en hoe moet je goed bedienen. En tegelijkertijd heeft een bewindsman of vrouw er ook recht op om opvattingen te krijgen die in ieder geval gehoord moeten worden, los van wat je ermee doet. Dan kom ik weer, het moet inhoudelijk kloppen. Mm-hmm. Je moet niet een discussie krijgen van dat je iets vertelt en dan dat het gewoon niet klopt. Dan ga je gewoon op je bek. Dat kan niet. Je moet oog hebben voor in welke arena zo'n minister staat. Want de ambtelijke ratio is in de volgende arena niet de ratio die zoals die geldt. Dus daar moet je verstand van hebben. En je moet zorgen dat de kwaliteit van je organisatie zodanig is dat je ook de vragen die je waarschijnlijk gaat krijgen, dat je die ook echt kan beantwoorden. En dat je ook zegt dat je ze niet kan beantwoorden als je niet weet. Mm-hmm. Dat je daar eerlijk over bent. Mm-hmm. Het is eenzamer. Die verantwoordelijkheid voelt echt heel anders. Als je adviseert, dan zeg je, dit zou je kunnen doen, en ik adviseer dit. Dat is een heel ander gevoel dan dat je zegt van, oké, ik ga het doen en nu ga ik naar de Tweede Kamer en dan ga ik het verdedigen. Want dan, het is wel permanent examen.
Dat is wat je aan het doen bent. Dus dat is echt wel een ander gevoel. En wat mij altijd wel hielp is van... Als ik dan een verhaal kreeg waarin stond van... Nou, dat kan niet, want dat is in strijd met de regels. Ik stond bekend als degene die altijd vroeg van... Oh ja, waar staat dat? En dan toch in vrij veel gevallen, als ik dan die vraag stelde en het werd uitgezocht, dan kwamen ze terug en zeiden, ja, je kan het inderdaad toch ook wel anders zien. Je moet dus weten hoe die wet en regels in elkaar zitten en welke interpretaties denkbaar zijn en wat er nou echt staat. Ik was daar ambtenaar geweest. Ik kende de mensen die je blind kon vertrouwen en mensen die je even moest doorvragen. Ik wist van, die afdeling, daar moeten we even, die is niet helemaal sterk, daar moet een beetje op gelet worden. En de andere dacht je van, kan wel. Dus omdat je de mensen kent, dat hielp in je oordeel over waarop je kan varen en niet kan varen. Maar een nieuwe bewindsman of vrouw heeft dat natuurlijk niet. Ik denk dat ik ook begrip had hoe dingen moeizaam tot stand komen, terwijl je dat begrip helemaal niet zou moeten hebben of zo. Hmm. Omdat je ook wist van, ik snap wel dat zoiets lang duurt en ingewikkeld. Dus ik ging af en toe ook wel uitleggen waarom dingen liepen zoals ze liepen aan de buitenwereld. Terwijl ik had misschien ook meer afstand kunnen zeggen van, schande. Ik had veel begrip voor het ambtelijk apparaat. Voor een deel te voorzien en niet te voorzien van hoe het gaat lopen, maar je weet gewoon, kijk, de politieke moeilijkheden ontstaan nooit over het beleid, over de zwarte woorden op wit papier. Die gaan altijd over de uitvoering. Want daar gaat voor de mensen gaat het daarom natuurlijk. Dus je voelt altijd wel van, hartstikke mooi dat dit beleid er doorheen is en dat de wet er is en zo, hartstikke mooi en knap en het vier ook en zo. Maar je weet gewoon, tenminste ik wist altijd wel, de spannende periode is altijd de periode daarna. Het gaat altijd over de uitvoering. Mm-hmm. En je ziet ook dat ook in politieke zin, dat ook een verandering ook van houding betekent. De eerste 2 jaar van het staatssecretariaat vond ik dat ook heel mooi, omdat je... Ik had zelf, maar dat was ook wel breder, het gevoel van, jongens, dit zijn zulke grote hervormingen, die gaan we niet alleen met de coalitiemeerderheid doen, dat is niet goed. Er moet een bredere overeenstemming over zijn. Dus praten met de conservatieve 5 heette dat dan toen, geloof ik. En dan zeggen, jongens, wat vinden jullie ervan? Oh, dat is eigenlijk wel een goed idee. Kunnen we dat, het klussen, het reshapen van het idee samen met andere politiek, vond ik echt een machtig mooie periode. Ik vond het echt fantastisch. Werd een beetje geframed door de media van allemaal kamertjes langs en de camera's gingen mee als ik dan die op bezoek ging, dat ik dacht van, maar het is gewoon werk dit. Hm. Wat ik zelf het allermooiste, maar in ieder geval ontzettend fijn vond om te doen, is met gewone mensen praten over wat er aan de hand is en ook over beleid. Dus ik heb echt heel veel werkbezoek ook gedaan. En ook in verpleeghuizen, ziekenhuizen, wijkverpleging, dat vond ik altijd fantastisch. Daar hoorde je dingen die je anders niet hoorde, daar hoorde je de zorgen van mensen. Ik begreep ze ook. Er was altijd een woord van klankbord van dat de mensen het idee hadden dat ik ze ook hoorde en zo. Dus dat vond ik altijd heel mooi. Die persoonlijke politieke kant, die vond ik veel zwaarder. Want die is voor een deel is die ook unfair, maar goed, dat is een persoonlijke... En bij mijn vader had ik maar 1 grote zorg, is van of hij er niet onder doorging. Je kan, als er dan kritiek komt, kun je dus meedoen met die kritiek. Ook de afstand nemen en daarna gaan kijken en zeggen, het is inderdaad verkeerd, een grote schande, ik ga eraan werken. Mm-hmm. Dus dat red je dan een tijdje, totdat je er ook achter komt van, eraan werken, maar dat duurt ook een tijdje. Dus het is niet in 1 keer opgelost. En je bent niet alleen maar de toeschouwer die mee kan roepen van het is toch een schande. Maar dat kun je 2 keer doen en de 3e keer zeggen ze, maar jij was verantwoordelijk. Hmm. Dus het kan. In ieder geval in de empathie voor het probleem en het niet wegpraten van het probleem. Hmm. En niet zeggen van, het klopt wel. Hè. Dus daar, dat helpt. Maar niet in de uiteindelijke discussie. Het was in die zin wel bijzonder dat in het eerste bewindspersoonoverleg in eigen kring wat we hadden,
zei Diederik Samson van jongens, we zitten nu met de VVD in het kabinet. Dat is lastig, want die denken over een aantal dingen anders dan wij. Maar wij gaan niet op donderdagavond met elkaar bespreken wat we op vrijdag gaan zeggen. Het is onze coalitiepartner, dus dat doen we dus gezamenlijk. En heeft hij zich echt gaan houden. Dus niet dat de problemen niet werden besproken, maar niet van tevoren van, nou ja, nu gaan wij in eigen kring even bedenken wat we morgen gaan zeggen. Ik dacht van, nou ja, ik heb wel eens zo geformuleerd van, als nu alle hens aan dek nodig is, ik ben een van die hens, ja, dan moet je maar aan dek. En ik heb pas later ga je nadenken van, ja, wat betekent dat, eigenlijk? En wat vindt de Partij van de Arbeid er dan van? Maar emotioneel was het besluit al genomen nadat de vraag was gesteld. Het was 19 maart, want het was de dag voor de verjaardag van mijn vader. En ik stond een appeltaart voor hem te bakken, dus ik kon de telefoon zelf niet aannemen. Mijn vrouw pakte een telefoon uit mijn zak en zei van, Mark Rutte. Toen stelde Mark die vraag en toen zei ik van, weer kijken overdenken, maar moet er niet even overleg plaatsvinden met de Partij van de Arbeid? Toen zei Mark, ja, vast wel, maar jij moet eerst gewoon zelf even nadenken wat je, of je dat wil. Ik herinner me nog wel van dat er ik kennelijk één opmerking heb gemaakt die diepe impact heeft gehad. Ook op de ambtenaren. Ik heb toen gezegd van jongens, we gaan nu heel veel beslissingen moeten nemen in een hele korte tijd. Waarvan we later niet zullen weten of dat pas later zullen weten wat goede beslissingen waren. Eén ding, die beslissing die we met elkaar nemen, ik ben verantwoordelijk daarvoor, jullie niet. En dat was later zeiden heel veel mensen tegen me, waren zo blij dat je dat zei, want iedereen zat zoiets van, ja, we zijn nu dingen aan het doen en wat zijn nu wel goed en wat vinden ze er later van en wat betekent dat dan? En door te zeggen, luister eens, politiek verantwoordelijkheid moet die verantwoordelijkheid nemen, niet jullie, jullie moeten kunnen werken, dat hielp ontzettend. Rust en overzicht brengen. Prioriteren. Van eerst dit, dan dit. En wat ook heel belangrijk was, is dat ik ken natuurlijk heel veel mensen uit het veld. Dus zeg maar het overleg over van, je kon mensen bij elkaar roepen van, jongens, we staan met z'n allen voor een klus. Wat is het beste om te doen? Dat ging heel snel. Iedereen had het gevoel van, we moeten bij elkaar zitten en we moeten crisis managen. Volgens mij zei Mark van, het is Maarten Verheyen, kennen jullie hem al, die is hier nu. En die is voorwaardig lid van de ministerraad. We gaan niet zitten bedenken van wat hij wel of niet mag horen. Het is gewoon een van ons. Punt. Dus dat was de Treffenzaal introductie. Creëer openheid en veiligheid. Wat altijd belangrijk is, maar dat je echt alles tegen elkaar moet en mag zeggen. Dat is volgens mij heel erg belangrijk. Je moet de ins en outs van het werkveld en de mensen die er rondlopen, die moet je wel kennen. Want je moet ze namelijk in toptempo bij elkaar halen en besluiten we met elkaar kunnen en durven nemen. Dus dan moet je dan moet je het snappen en je moet de mensen kennen. Het gekke is dat zeg maar, de dagelijkse crisismanagement is zodanig heftig dat je geen tijd hebt en misschien ook neemt om dan over na te denken over van kan het anders of zo? Je gaat gewoon. Dat is misschien ook wel het feit dat het een crisis is natuurlijk. Ja. Ik heb toen bij mijn eindrand gezegd, het is een sprint en een marathon, allebei. Dus het is een sprint om te zien dat je moet snel mondkapjes op de ademtemperatuur dingen crisis regelen. En je weet ook van dit zou wel eens heel lang kunnen duren. Dus dat is een hele andere manier van werken en uithoudingsvermogen. En wat ik ook naarmate de crisis zich ontwikkelt, fascinerend vindt. Die verschillende aspecten van die crisis, zeker bij zo'n pandemie, die moet je natuurlijk allemaal wegen. Dus in het begin is het van, nou ja, er is de witte jassenkant. Hoe zit dat virus eigenlijk in elkaar? Hebben we vaccins? Oh nee, hoe gaan we ze ontwikkelen? Geld erbij, spullen kopen en dat soort dingen. Maar de handhavingskant is een vraagstuk op zich. Je vaardigt maatregelen uit die iets zeggen over het gedrag van mensen. Gaan mensen dat dan doen? En als ze dat niet doen, kun je ze dan handhaven?
En hebben we dan voldoende mensen om ze te handhaven? Hoe gaan de media reageren? Wat is de mediastrategie? Want hoe gaan de media reageren? Of wat houden we goed in de gaten wat de media horen? Want misschien komt de informatie uit die jij moet gebruiken. Dus de media, de naleving, de epidemiologische kant, al die aspecten, die komen allemaal bij elkaar. Kijk, in a way, aan het begin van de crisis zei je twee dingen, namelijk gedrag en vaccins. Dat is waar je een crisis mee bestrijdt. En nu hebben we twee dingen, namelijk gedrag en vaccins. Er is nog niks veranderd. Het gedrag is wel veranderd. En de beschikbaarheid van vaccins is aan het veranderen. En dat, gelukkig verandert dat het perspectief, maar in essentie zijn het deze twee dingen. Er komt ook heel veel improvisatietalent en creativiteit boven. In de hele samenleving. Dus fabrikanten die eerst ventilatoren bouwden en die ontdekten van, ja, maar als ik nou dat een beetje ombouw, dan is de ademingsapparaat, weet je wat, ga ik gewoon doen. En die dan bellen en zeggen van, kom eens even kijken, hebben we een ademingsapparaat. Dat je eerst denkt van, nou, sla dat dan op. En dan ga je kijken en denk van, verrek, dat klopt. Fantastisch. We zeiden net in elkaar, maar die mensen die elkaar kennen en om die reden, de netwerkkant, die gaat natuurlijk ook werken. Het feit van dat je dus zeg maar van, dat je zegt van nou, we sturen dat vliegtuig vast in China en in de lucht regelen we dan wel of die landingsrechten heeft. Ja, dat doe je omdat je denkt van nou, ja, dan ga ik bellen en dan komt het goed. Dat is natuurlijk ook mooi. Het goede en het slechte in de mens komt boven. Het goede komt boven zeggen van hoe gaan we dit samen fixen. Het slechte komt ook boven door mensen zeggen van ik heb een stel mondkapjes geregeld, ze zijn weliswaar van waardeloze kwaliteit, wees je kopen voor het dubbele van de prijs. Dat is er ook. Maar ik kon ook mijn Duitse collega bellen en zeggen van heb jij IC-capaciteit die wij zo kunnen benutten. En binnen een dag was dat geregeld.